nooit uit. Nee. Goedemorgen, lieve mensen. Het is koud, 7 over 11. Ik ga naar Antwerpen toe om rust te pakken. Om de hond van mijn zusje te begraven. En gewoon heel relaxed en positief een druk weekend. Mijn vrouw rust pakken. Het is allemaal een hele gezegende dag. Een hele gezegende zaterdag. Komt allemaal goed. Laat de hoop van vesten op je helemaal goed. Ik moet opzien. Zeggen, of niet? Nee, je bent gewoon bezig om voor Sky een grafje te graven. Ja. En die ga ik naar vrouwtje sturen. Goed, wil ik naar mij doen sturen? Of naar jou. Dankjewel. Dus vrouwtje, we zijn druk bezig met de voorbereidingen. Moet ik dat nu zeggen? Nee, dat zeg ik. Oké. Okay. Kijk eens. Dit durf ik niet toe om het te doen. We zijn gewoon bezig. Kijk eens. Hartstikke nice. Mijn fiets is weer helemaal schoon. Ja, bijna schoon dan. Ziet er helemaal netjes uit. Ja. Dat is het leven. Dus, zo laat. Zo, kijk eens. Er is al netjes bijgewerkt. Hey, zie je dus zangvieringen meegetrouwd, maar leuk. We gaan even lekker positiviteit hebben, we gaan even lekker van de hand weg. Nou, niet eens hier, jongen. Nee. Nee, joh. Grappig. Maar even serieus, we gaan even naar buiten. Even de lucht halen. En laten zien dat wij ons niet gek laten maken. Dat er mooie lucht is buiten, of wat dan ook. Om te laten zien dat er ook strijders zijn. Ik heb niet vaak om vandaag naar de hand te gaan. Maar ik doe het voor mijn zusje. Ik doe mijn familie. Dus let's go. We gaan eens even kijken. Ik ben in Randwijk. Helemaal mooi, helemaal top. Ik ben in Randwijk, dit is een Randwijk toch? De dorp heet de Randwijk? Of niet? Hoe heet het dorpje dan? Heet het Veendaal of Ede? Nee hè? Ken ik jou ergens van of niet? Nou, ik dacht dat ik je ken, maar... Hey, veel plezier vandaag hè? Lekker weertje. Joejoe! Luister, mooi lucht buiten. Hartstikke mooi. Goed, mensen, luister. Ede, dat ik van me laat horen. Dat ik in de Randwijk positiviteit uit heb gedeeld. En dat ik eigenlijk wat over mezelf heb verteld. En dat ik jullie heel veel optredens wil laten zien. Ja, dat zijn wat dingen die ik jullie ook. Dat is dat het prachtig weer is buiten. Dat ik lekker op het dorp ga. Om even dat mooi weer is. En mijn vader wil dat ik buiten ga. Dat wil mijn zin me ook laden. Straks word ik mijn moeder gebracht. Bij de opa en oma, maar ook als verjaardagsvier wordt heel druk met de familie vanavond. Over leuke dingen praten. Wordt ook... En altijd eigenlijk aan leuke dingen te denken. Hoi. Hartstikke leuk. Ik ken de mensen dan van oude kerk. Hartstikke nice. Dus, hoofd. Ben ik vergeten om een zonnebril mee te nemen. Een Randwijk. Wat kan allemaal gebeuren? Hey! Dat kan allemaal gebeuren. En dan loop ik hier in Randwijk, omdat ik niet op mijn kamer mag zitten, om daar eens in de zorg te kijken wat het mooi weer is. En dat is heel belangrijk om de knop om te zetten. Wij doen. Door te zeggen dat het allemaal goed is gegaan, door te zeggen wat voor dingen nog goed zijn en alle dingen die gelukt zijn deze week. Hey doggy! Hey! Hallo! Hallo! Kom op. Jongen? Hey, ik heb veel bij de pont die fietsen, jongen. Lekker man, rustig aan hè? Niet van je weekend, yo! Hartstikke nice. Daar heb je een mooie kerk. Ga de kerk een foto zetten, hartstikke mooi. Hartstikke nice. Het wordt de eerste keer tijd voor een Randwijkse update. En dan denk je misschien van, ja maar, wat doe je in Randwijk als je in Wageningen woont? Ja, dat is een hele goede vraag. En daarmee ga ik aankondigen, hoi, dat de Q&A eraan komt. En deze dag van komt de Q&A, hartstikke nice. Oh, bedoel je? Dan moet je baasje mee. Ik ben niks bijzonder hoor. Hey, jij bent David toch? Jij bent zoon van Jonathan Dieneke, hè? Mooie naam heb jij, hè? David, mooie Bijbelse naam. Ik ben Stefan. Ik kom van de Bijbelse naam Stefanus vandaan, wist je dat?
Weet je dat ik een hele populaire vlogger en breakdancer ben? Hey! We zien gewoon technologie, joh. Wat leuk. Wat gaaf. Goed zo. Yo. Zo, lieve mensen. Er mag echt een glimlach op. We hebben het niet. Sky natuurlijk overleden is. Dat hoort allemaal bij. Maar toch wil ik ook bij stilstaan. Dat er ook dingen zijn gebeurd zijn de afgelopen weken. Die wel... Ik natuurlijk zo mooi dorp. En hier heb je een mooie tekst achter iets. Ook hartstikke mooi. Alle dingen die bezig zijn. Deze prachtige zaterdag. Luister mensen. Ik ga zo wat doen. Ik ga even de bus voor laten gaan. Hey! Positiviteit. Yes, let's go. Let's go. Woe! Mensen. Het is goed om buiten te lopen. Het is goed om buiten te wandelen. Daarom ga ik nu lekker een stukje lopen. Gewoon dat kan. En jullie even de mooie schepping van God laten zien. Echt mooie rust. Prachtige lucht, dat is nice. Check even dit mooi. Helemaal nice. We gaan even een paar dingen zeggen. Ja, ja. Mijn auto aan. Even aan de kant voor de auto's. Respect voor de Nederlanders. Hey. Hij vraagt ook om een moment samen met de fiets. Hi, hallo, hi, dat is nice. Hey! Wees echt sportief hoor, goed zo. Ik sta hier, in een mooie brandwijk. Wil jullie vertellen hoe dingen lopen? Als een Q&A aankomt. Wil jullie vertellen dat terwijl ik hier in Randwijk sta, terwijl ik super veel meegemaakt de afgelopen tijd en een 2 jaar lang daardoor woon en gewoon aan alle kanten goed wordt, dat ik nu zeggen dat ik ook aan andere mensen ga denken. Niemand hoeft tegen mij te zeggen dat ik narcistisch ben, dat ik negatief ben of dat ik mijn eigen denk. Dat God ons allemaal houdt. Dat we een wereld leven waar veel positiviteit nodig is. In welke situatie jij ook zit, wat je ook meemaakt, God houdt van je. 5 jaar gaan we geweten zo'n bedoel. Dat weet ik. En misschien is het zo goed om bij stil te staan wat er allemaal goed gaat en wat er niet goed gaat. En wat de verbeterpunten zijn. Dan mogen je er altijd je suggesties geven. Dat is ook sowieso heel belangrijk in het leven. Sowieso. Meenemen in mijn hoofd. Ik ben de laatste tijd heel druk in mijn hoofd. Het is gigantisch druk eigenlijk. En ik heb er moeite mee als mensen zeggen: oh meneer, sportief hoor met fiets. Hè? Niet van, Gerrit. Luister met vlogger als professionele beatboxer, nou ja, een soort van. Een breakdancer. Ik wil vandaag tegen jullie zeggen dat ik nog 9 weken moet werken tot de kerstkans. Dat is hartstikke nice. Dat betekent ook dat de donkere dagen gaan komen. Dat betekent ook dat we gaan door, dat de knop om gaan zetten en positiviteit. Als ik dingen privé houd en aan mijn eigen werk, dan zal de mooie tijd gewoon eerlijk zijn. Gisteravond was een hele heftige avond. Hele heftige avond. De heftige avond was eigenlijk zo dat ik had aanvallen van de duisternis, omdat ik de deur open had gezet voor negativiteit. Ik sta hier ook om te vertellen dat het goed gekomen is. Ik heb voor mij laten bidden. Dat ik woorden heb uitgesproken net. Lekker even tot bezinning komen. Even tot rust komen. Ik loop met een korte broek en superstar schoenen. Van een verleiding heb gekregen. Een mooie heuptas. Van een strijderstas. En deze jas mijn moeder heeft gemaakt. Hartstikke nice. T-shirt. Dat ik naar Oklahoma toe ga. Is ook hartstikke gemaakt. Ook leuk. Ook. Ik heb een heel goed plan. Dat is mijn Randwijk. Dat is een Randwijk. Mooie schaapjes. En wij, dat is geen huis. Zweetvoeten. Of omdat ik zomaar naar buiten wil. Ik loop hier omdat ik de echte Steve wil laten zien. Oh! Zeggen dat uw leven er ook voor staat dat je altijd trots op jezelf mag zijn. Dat is heel belangrijk. Deze pet kun je af en toe zo dragen. Zoals ik hem zo dragen. Mijn moeder gaf een tip om ook een keer de omgeving te laten zien. Heel belangrijk. Je ziet heel mooi een bruin schaap tussen zitten. Ook als geen huis. Strijders!
Oh, sluit. Oh, oh. Nice, nice. Heerlijk. En mijn toppie. En dat ik hier in mijn eentje sta te vloggen. Maar wel zo'n strijder ben. Of het ding ik meegemaakt en zo positief in het leven staan. Dat is wel hartstikke nice, toch? Hoi. Ja, ja. Nice. Strijders! Hoi, strijders! Hey! Oh! De vlogger van Wageningen, Randwijk. Hey, niet veel weekend hè? Lekker weer? Barbecue'tje! Hey! Oh! Mama. En toen waren we in Randwijk. We gaan lekker langs het dorp lopen. Gewoon dat kan, omdat ik er zin in heb. En ik heb zin om lekker positiviteit uit te delen. Positiviteit is heel belangrijk, of niet? Hè? Deelt gratis uit. Ja, helemaal top. Oké, mensen, het wordt samen. Cool op. Hey, goedemiddag, lieve mensen. Dus kwart over vijf knap medicatie op. Ik vroeg hebben zo te van spijnen vol. En dan gaan straks openen toe op ons verjaardag. Moeten we bij ons hoop opnomen. Het op ons verjaardag vieren. Dan kan ik sociaal zijn en dan vertellen hoe het uit mijn vader was. Het wacht dan op het rijden. Hoe de afgelopen tijd was. En dan cadeautje meenemen. Dit is mijn t-shirt. Als je een nice t-shirt als ik blij mee. Normaal boek aangedaan. Zo dan eten. Verder tafel. Ja. Of we een toffe dag hadden eigenlijk. Ik vind het gewoon positief trouwens. Heel belangrijk. Lekker petje op. Als je nice. Ja. Nog een dagboek geschreven. Fiets ook maken. Ja? Kom maar aan. Zie je straks in je bordje zo. Joe. Zo, lekker eten mensen. Als je nice. Jojo. Later. Joe. Taxi. Met mijn ouders, met mijn opa en oma, via mijn opa vier. Joe! Lekker feestje, opa. Gezellig. Joe. Voor de storm. Kijk eens hoe mooi. Joe. Oh, kijk eens hoe mooi weertje, mensen. Eén lek in het water. Helemaal nice. Wauw, prachtig. Kijk eens, joh. Heerlijk. Stilte voor de storm. Heerlijk. Joe. Dit is je moeder.